Hoi en welkom bij weer een nieuwe vakantievlog. Corona heeft wel een beetje de vakantiespirit verpest voor tussen mij. Want we zouden naar Mallorca gaan, maar ging niet door. Of gaat het niet door, want we zouden vanavond vliegen. Maar ja, it's coronavirus still in the air. Dus wij gaan lekker niet. Maar we gaan nu gezellig een midweekje naar Vlieland. Nou, ik ben echt nog nooit volgens mij op een van de Nederlandse eilanden geweest. Dus ik ben best wel excited en gewoon toch nog even tussenuit. En het is ook best prima weertje. Maar Tess die komt mij zo ophalen. En dan gaan we met de boot naar Vlieland. Hey, 5 hele dagen. Nergens aan denken. Yeah. Geen werk, geen school, geen gezeur, gewoon lekker. Oh, I dropped my phone while I was filming. Dit wordt waarschijnlijk een heel leuk special effect. Let me check it out. Vakantie! Alcoholist. We zijn aangekomen op Vlieland. Het is echt, kijk dan, heerlijk. Ja. Daar komt Tessa aan, die had haar telefoon in de auto laten liggen. Tessie, nogal warm vandaag, maar ze is niet zo goed voor. Ze sliep met sokken aan. Wie slaapt er nou met sokken aan? Ik was vergeten uit te doen. Grappig. We zijn er wel achter gekomen dat, zeg maar, op dit moment zitten alle gordijnen dicht. Ja, je zou het niet zeggen, hè? Want het is al best licht hier binnen. Maar goed. Vandaag wordt een topdag. We gaan zo meteen eerst ontbijt halen. En een fiets. Ik heb heel veel broeken meegenomen. Tess heeft heel veel shirts meegenomen. Nou, dat is toch perfect. Dat is toch perfect. Ga je make-uppen? Gaan we make-uppen? Echt? Wordt geen make-uploos vakantie, dus jammer. We gingen in de ochtend even lekker fietsen. Toen hadden we een lange broek aan en nu zijn we erachter gekomen dat het toch wel heel mooi weer was. We hebben ons nu omgekleed. En we gaan naar het strand. Each let's get away. They say what you gotta say. Ja, outfitje check. Dit is gewoon mijn badpak. Met mijn rokkie. Ja, deze swimsuit is echt beautiful. Nou ja, anyway. Lekker naar het strand. Joe. Ik had tegen Tess gezegd dat ik 2 rietjes bij me had voor de fles rosé. En ik zei nog, hou je rietje vast, want ik denk niet dat hij blijft drijven. Ik zal jullie even laten zien wat er dus nu is gebeurd. Tess liet haar rietje gewoon los. Dat is slim. Oh, en we hebben vandaag een trui laten drukken. En die gaan we dus morgen ophalen. Dat hebben we vanochtend gedaan. Ja. En we hebben er Vlieland op laten zetten, dus ik ben very excited.
is gewoon 18 graden, maar het is zo lekker. Mm, I love it. Dan, yippie. Uitgedaan dit keer. Ja. Anders krijg je het warm vannacht. Ah. Goedemorgen. Goedemorgen. We zijn allebei verbrand gisteren op onze rug. Dus de schade is waarschijnlijk groot. Er wordt factor 50 vandaag. Ik zal even een korte planning geven voor de dag vandaag. We gaan... zo wandelen, onze trui ophalen, want die mogen we al over een uur ophalen. Dan gaan we lunchen met Frits en Anja. En de Pinot Grigio fles, denk ik. Want Frits was daar erg over te spreken gisteren. En dan gaan we even chillen aan het water. En dan gaan we op de zeehondenboot. Yippie! En we gaan vanavond uit eten. Lekker. Lekker. Nou, dat is een beetje de planning van de dag, maar ik neem jullie gewoon mee. Conclusie, jullie zagen het niet zo goed. Ik weet niet hoe ik het kan laten zien. Mijn arm is niet lang genoeg hiervoor. Ik wil zelfs een voor je veel, hoor. Ik leuk haar. Ik zal even onze truien laten zien. Die zijn echt super vet. Ja. Oké, nou is het genoeg. Kijk. Dit is die van mij. Echt sick. Het is gewoon een zwarte trui. En Tess heeft hem in het blauw. Ik ben onderweg hoor. Ik ben onderweg. Dit is die van Tessie. Kijk hoe pretty. Echt super leuk dat we dit gedaan hebben. Dat was echt top. Goed aandenken aan. Oh, het is zo lekker. Ik heb helemaal zin meer. Ik ga vandaag dolfijnen zien. Dolfijnen. Ik word zo moe van mezelf. Dolfijnen. Zeehonden voor. Nee. Zo. Tostietje. Tosti. Frits, kom je? Favoriete moment. Wil jij ook een tosti?
Nou, inderdaad. Hé, hey, Joeri. Hé, hey, hallo. Dit was volgens mij de eerste keer dat jij in mijn vlog voorkomt. Nou. Like en subscribe op mijn channel. Nou, goedemiddag jongens. We zitten weer lekker in de zon. Daar is Joeri. Joeri, vertel eens wat leuks over jezelf. Tessa's Tinder date heeft net afgezegd. Althans, ze vond gezellig. Hij vond gezellig niet zo'n heel leuk antwoord. Zou ik ook begrijpen als jullie bijna gezellig. Maar wat moet je daarvoor antwoorden? Ja. Het is geen Zweedse kruiswoordpuzzel waar je antwoord op moet. Bedankt. Joeri, leuke introductie in mijn vlog ook. Gelukkig date ik niet meer tot 2022, dus komt dit fantastisch uit. Wie gaat ermee zwemmen? Audio Jungle. Ja, er moet toch iemand zijn die een beetje losgaat, hè? Niet? Oeh, lekker! Ik snap echt niet dat jij zond met alles nog aan. Don't get it, guys. Don't get it. Wat ik verbrand ben. I don't get you. Hoe vaak heb jij je vandaag ingesmeerd? Nu staan we dus op het punt om te gaan suppen. Moet ik een trui mee? Neem jij je zonnebril op? Handdoek? Nee, die neem ik ook niet mee hoor. Weet ik veel, ik neem niet mee. Maar je valt niet. Oké, we kunnen misschien toch voor de zekerheid beter meenemen, ja. We gaan. Waarom zou je zenuwachtig zijn? Vertel. Niet zenuwachtig. Jij bent zenuwachtig, niet ik. Nee? Nee. Hoeveel van deze heb je al gehad? Van die? Nee. En van die? En van die? Nee. Dat is niet eens grappig. Joeri? Ja, dit is echt genoeg. Goedemorgen. Dit wordt ons laatste dagje vlie. Ja. Wat is daar gebeurd? We hebben inmiddels ingepakt, maar het ging helemaal nergens over, want ik kreeg niet alles niet dicht ook, maar maakt niet uit. Ik heb wel een trui extra ingekregen, wat ik best knap vind. We moeten nu nog even op zoek naar een glasbak en nog even de afwas doen. En ik denk dat we er dan wel zijn, hè? Ja. Jongens, ik heb het gewoon nog niet in me om afscheid te nemen tegen dit. Het is echt zo fucking prachtig. Het is zo mooi. En dan moeten we weg. Maar kijk. I don't wanna go. So beautiful. Oh ja, en deel 2 van deze vlog. We zouden dus gin tonics gaan drinken om 2:00 met mensen die we gisteren hebben ontmoet. En we hebben ons dus helemaal opgemaakt en die kerel heeft afgezegd. En gisteren zei hij de hele tijd, ah, sowieso dat je niet komt. Nou, bitch, ik ben hier. Dus als je mijn vlog kijkt, I'm here. We're here. Goed, dat wil ik toch nog even kwijt. En verder
Hij zit ook bij ons op de boot. Dus ik ga hem zo eraf duwen. Bye! Dus als er een ongelukje gebeurt op de boot, straks terug van Vlie dan naar... It was me. Nou, onze weekje, een halve week, Vlieland zit erop. Helaas. We gaan weer. Niks past ook. Alles is open nog bij mij. Zelfs mijn koffer wilde niet dicht. Hoe voel je je hierbij? Ik ben nu toch best wel weer wakker eigenlijk. Ik hoop. Ah, misschien kon het nog. Je moet nog rijden, hè? Nog heel ver. Ik moet even Loetje reserveren. Ja, misschien dan toch wel vanavond. Ik heb eigenlijk best wel zin ook nog. Doen we gewoon lekker zo'n zweefdiner. Oei, Vlieland, we gaan er weer vandoor. Maar je was fantastico. Doei. 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 We gaan weer. We gaan nu door naar stop nummer 2. Oké, Bergen aan Zee. Yeah. Gietje hem in één keer. Saai. Hey Tess en Tessa, ik wil hier even een kleine... Want er zijn hier ook van die jongens met hier, die Kia-shirtjes. Oh, leuk! Nee. Dat hadden we ook kunnen doen natuurlijk. Ja. Nee, ik vind het helemaal niks. Nee. Niet? Goedemorgen. Dit is echt pijnlijk. Vandaag is onze laatste dag. We zijn inmiddels in Bergen. Ik weet helemaal niet of dat al wel. Misschien heb ik dat heel mooi gemist. Bij de oma van Tess. Gisteren op het terras geweest met Pieter. Pieter, mag je deze vlog zien? Echt, het was fantastisch. Het was een topavond. Het was erg leuk. Ja. Met Pieter. Ja. Het enige wat we vandaag doen is om 4 uur eten bij Loetje en dan gaan we naar huis. En dan gaan we lekker nog even chillen. Tess was gisteren erg gezellig. Het was erg leuk. We wilden ook eigenlijk, toen we hier kwamen, gewoon naar bed. Want ja, we waren moe. Maar ja, toen moesten we toch even van oma mee naar het terras. Toen ging ik een shotje doen. Nou, dat gaat alweer helemaal fout. Maar Pieter, je was geweldig. Ja, je was top. Nou, zoals je kan zien, zijn we opgestaan uit de dood again. En zijn we ons aan het klaarmaken. Nou, ik was al klaar. Fit check. Woo! All white vandaag, maar wel met zwarte docs. Fit check. Lekker make-uppen. Lekker make-uppen. Ja, ik probeer er nog wat van te maken. Maar ze werkt er nooit en toch ga je het niet laten. Nog wat van te maken? Hoe bedoel je? Je bent toch al gemaakt? Oh ja. Prachtig kind. Maar we gaan zo meteen lekker even shoppen. Gewoon even chillen. En daarna gaan we nog even uit eten. Om en dan 4 uur om 4 uur middags, inderdaad. Maar we moesten wel, want anders moet ik ook nog vet lang terugrijden naar huis. En ik moet morgen gewoon weer werken. 5 dagen achter elkaar. Yippie, zin in. Wat een mooi licht is dit. Zo. Siri, je doet echt wonderen met je hoofd. Pot voor 3. Nice. Oké, Tasha en ik zijn net... Even berg in geweest. En ja, hier kun je niet shoppen hoor. Nee hoor, mevrouw heeft 2 paar schoenen gekocht. Ik heb een paar schoenen gekocht, ik heb sokken gekocht. En we hebben toch BH's gekocht, jongen. En dat echt, echt. We hebben wel, hoeveel euro is nou? 114 euro korting gehad of zo. Nou, daarvoor doe je het. Daarvoor doe je het. En ik heb deze oorbel gekocht, maar ik weet eigenlijk niet of ik hem wel mooi vind. Ik heb een beetje mijn twijfel. Ja. Ja, hij is een beetje groot. Misschien moet hij hoger. Ja, overwegen, hè? Maar daar heb ik al heen. Dan moet hij in mijn andere oor, maar dat vind ik niet mooi. Nou, hè, we zien het wel. En we zijn inmiddels beland bij Loetje. En ja, het is gewoon 4, maar we gaan zo meteen nog eens lekker avond eten, hoor. Cheers, cheers. Hey mom. Oei. En gaan we die banaan? Gaan we met die banaan. We gaan weer.
Doei, oma. Dit was het. De end of vacation. Dankjewel. Dankjewel. Sorry, sorry. Hier overheen rijden. Doei, jongens. Dit was de vakantie. Van Bergen aan de zee naar Zwolle. Aan de zee? Oh nee. Oh nee. Stadstrand. Niet de stadstrand hebben we daar. Dit was de vakantie. Ik vind het kut. Ik kan echt nog 3 weken lang wegblijven. Gadver. Nou, ik ook. Wil helemaal niet naar huis.